Hoi allemaal, daar was ik weer met een nieuwe video voor jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb een pakketje binnen gehad toevallig vandaag. En die wilde ik graag met jullie openmaken. Ik weet al waarschijnlijk, weet al wel wat erin zit. Aangezien het uit het buitenland komt, is het waarschijnlijk wat materialen voor threads die ik ga maken. Dus ik ga hem snel met jullie openmaken en dan gaan we kijken. Ik heb een kleedje, maar dat op zich is niet zo mooi. Ik heb alleen een heel klein stukje waar sommige een beetje dingen kapot gemaakt, maar ach, dat maakt het uit. Ja, ik heb inderdaad, het is de wol die ik heb besteld. Ik heb hem hier alleen al een beetje soort van kapot gemaakt, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik kan hem altijd even met een plakbandje zo dicht doen. Maar dat komt straks wel. Ik heb een paar pakjes van dezelfde kleuren besteld. Dus ik heb deze roze heb ik in, als het goed is, 5. En ja, dit zijn er 5 van deze roze. Als het goed is was dit Barbie Pink. Uit mijn hoofd gezegd even. En deze kleuren in vijf keer in ieder geval. En ik heb in 5 keer deze set gemarineerde, een beetje blauwachtige kleur besteld. En dat is deze. En die heb ik dus ook in 5 keer hetzelfde gedaan. En dit ga ik allemaal voor een set thread gebruiken. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Dus heb ik deze nog. En de laatste. Ja, er zijn eigenlijk 2 soorten kleuren. En dit is deze set. Dit is dus een soort gemalleerde met meerdere tinten kleuren blauw erin. Wat wel heel gaaf is. Ik kan er wel eventjes eentje voor jullie uit laten zien hoe dat er nou een beetje uitziet, maar het ziet er dus echt zo uit. Dit is het spul eigenlijk wat je hebt. Ja, en zo ziet het er dus eigenlijk uit. Ik vind het altijd wel heel grappig om te zien. En hier maak je dit is dus de wol voor wollen threads. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video, ook al was het misschien een kort videootje, ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. En vergeet geen duimpjes omhoog. Vergeet geen duimpje achter te laten hier beneden. Als je mijn video leuk vindt en je wil op de hoogte blijven van mijn video's, vergeet je vooral niet te abonneren. Dan zie je altijd voorbij komen wanneer ik weer een nieuwe video upload. En laat vooral hier beneden een comment achter. Misschien met bepaalde soort kleuren. Van wat voor kleuren ik eventueel de volgende keer kan bestellen. In wol of gewoon andere leuke. Gewoon een leuke reactie kan je hier beneden achterlaten. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. En dan ga ik jullie heel graag bij de volgende video weer zien. Tot de volgende keer. Doeg!